gaan vandaag een Clauser Minnow binden. Nou, dit patroon is een geweldig allround patroon die je eigenlijk voor elke soort roofvis kan gebruiken. Hier in Nederland gebruik ik hem veel op de zeebaars of op de baars. In de tropen kan je hem ook heel goed gebruiken, bijvoorbeeld voor op de barracuda, op de jack, noem maar op. Ja, dit patroon, waar je hem ook vist, hij levert vis op. Dus, voor dit patroon beginnen we met een zoutwaterhaak. Ik gebruik een zoutwaterhaak omdat dit patroon gewoon het meest op het zoutwater wordt gevist. Dan is hij ook heel allround. Zet er de haak in. In dit geval gebruik ik een 811S van Teamco. Dat is vind ik een geweldige haak ervoor. Het is een wat langere steel. En daarom hebben we een mooie ruimte om de bucktail goed in te binden. Voor deze vlieg beginnen we met het opzetten van draad. Ik begin even iets van het oog af. Dan binden we hem ongeveer een derde van de haak steel. Knip je overtollig even weg. Ik gebruik voor deze vlieg een beetje een sterk draadje. In dit geval gebruik ik een GSP 100 Denier. Omdat we zometeen met bucktail gaan werken, is het belangrijk dat je het een beetje goed door kan snijden. Zo. Nou, pak je nu even je loodoogjes, oftewel een loaded dumbbell eye. Dat gebruik ik als verzwaring op de vlieg. Bind hem juist aan deze kant van de haaksteel om te zorgen dat hij upside down zal komen te vallen. Dat betekent met de haakbocht naar boven. Dat komt omdat we dit patroon graag richting de bodem vissen. Nou, dan zitten we ook minder snel vast. Voordat je je loodoogje gaat bevestigen, pak je even wat superlijm. Even een klein druppeltje erop. Pak je je oogjes. Wat ik zelf graag doe is hem, ik leg hem eventjes zo neer. Dan maak ik één slag eromheen. Dan laat ik hem er rustig overheen vallen. Je ziet het oogje is nu nog een beetje wiebelig. Daarom gaan we hem goed vastzetten. En dat doen we door een paar achtjes eromheen te gaan draaien. Til je draad op. Laat je hem hier weer vallen. Dan halen we hetzelfde aan de andere kant. Nou, en je zal merken dat hij bij elk achtje wat steviger gaat worden. Een keer of 6 of 8 herhalen. Dan heeft zometeen de lijm nog even de tijd om goed op te drogen en dan zal die helemaal goed stevig vastzitten. Dan gaan we nu de winddraad weer verder naar achter brengen. Bind nou je winddraad ongeveer tot aan de bocht van de haak. Dus je ziet hier, in dit geval is het ongeveer gelijk aan waar de weerhaak zit, als je je draadje naar beneden hangt. Dat is een makkelijk mikpuntje om te gebruiken. Pakken we nu de bucktail. Dit is eigenlijk het hoofdingrediënt van deze vlieg. Een mooi duurzaam materiaal, wat stijver, waardoor je ook gewoon een heel mooi aasvisimitatie mee kan maken. Als je bucktail gaat knippen, gebruik altijd een goede scherpe schaar. Het liefst met een wat breder blad. Voor deze vlieg wil ik juist een beetje de puntjes, de wat langere, zachtere punten van de bucktail. Hier een mooi plukje van om en bij, als ik het plat maak, zal het ongeveer 1 centimeter zijn. Dat is iets wat ik aanhoud. Al luistert het ook niet heel erg nauw op dit patroon. Maken we eerst weer een paar mooie slagen naar achter toe. We hebben een goede basis met binddraad. Meet even de bucktail uit. Eigenlijk ongeveer als lengte gebruikt. Dus ongeveer 1,5 keer de haaksteel. Dus dit is hier. Zo. Maken we de puntjes even gelijk. Dan zie je dat we mooie even puntjes hebben. Dat maakt het makkelijker met inbinden.
legt eigenlijk je bucktail eventjes op het loodoogje. Maak je even een slag eromheen. Dan kan je het rustig gaan wat naar achter trekken. Zo. En bij elke slag zet je even iets meer spanning erop. Dat je hem goed fixeert. Zo. Nou, doe je nu even goed met je vingers stevig over die bucktail heen. Nou, wat je hiermee doet is dat je de losse haren er even tussenuit haalt. Die hebben we niet nodig. Zo. Nou, maken we nu eventjes de voorkant een beetje schoon. Ik doe het zelf graag met een iets gebogen schaartje. Voordeel daarvan is dat je gelijk een soort hellingje krijgt. Bucktail in dit geval, waardoor het je makkelijk kan bedekken met bindraad. Dan heb je even mooie uiteindjes mooi glad. En dan binden we hem even mooi af. Bedek hem even helemaal goed met bindraad. Tot aan het oogje. Laat je bucktail weer heel even omhoog staan. Pak je eigenlijk je bob in. Haal je even onder de loodoogjes door. Zijn we aan de andere kant. Trek je bucktail even goed strak naar achter. Tussen twee vingers. De spanning erop houden. En dan brengen we hem weer naar beneden. Doe dit ook weer rustig in een paar slagen. Elke keer wat meer druk zetten. Wordt dit wel een mooi lijfje zo. Dan brengen we nu een paar slagen over de bucktail heen naar achter. En dan ga ik terug op dezelfde manier. Ik ga eigenlijk altijd terug over dezelfde slagen die ik heb gemaakt heen. We gaan hem straks toch nog af-UV'en. Om hem nog even extra stevig te maken, om hem goed duurzaam te maken. Wat natuurlijk wel belangrijk is bij deze vliegen. Zeker in de omstandigheden waar we vissen en op de vissoort. Je ziet dat ik eigenlijk voor de onderkant gebruik ik meestal een neutrale kleur. In dit geval gebruik ik een beetje wittige kleur. Ik gebruik ook veel bruin of beige. Maar meestal is de onderkant een beetje natuurlijk. Breng je draad weer terug naar het loodoogje. En dan draai je de haak even om. Ja. Nou. Gaan we nu de bovenkant van de vlieg maken. En die willen we dat we juist een soort hellinkje gaan creëren. Dan fungeert die ook gelijk een beetje als een soort weed guard. Maar het maakt hem ook wat bulkier, deze vlieg. En dat is natuurlijk wat we willen. Nou, ik begin altijd met een beetje flash. In dit geval gebruik ik wat saltwater flash hair. Het mooie daarvan is dat het wat stugger is, wat grover. En daardoor dus ook weer wat duurzamer. Toch even een klein plukje. Ook een mooie streng. Knip je hem even af. Nou, dan meten we even de lengte van de staart. Laat ik hem net zo ver uitsteken als het staartje lang is. In dit geval zo. Doe je daar nog ongeveer de helft erbij. Dat klappen we zo meteen terug. Knip je hem af. Zo. Dan hebben we ongeveer anderhalf keer de lengte van de vlieg. Zelf wat ik wel mooi vind bij die flash om hem even een beetje te taperen. Dus gewoon even rustig tussen twee vingers. En dan trek je de draadjes een beetje los uit elkaar. En dan geef het even net een wat speelser effect. Dan zal de flash wat mooier verdeeld zitten. Ik zelf wat ik fijn vind om te doen is even rollen tussen twee vingers. Leggen we hem neer.
En dan maak je even een paar slagen om de fles heen. Klein beetje terug zo. Dan pakken we dit nu de achterkant. En die klappen we weer terug naar voren. Deze. En binnen weer reverse in. En ook daar weer een paar slagen. Met je pindraad overheen. En dan zie je dat die flesje heel mooi verdeeld zit. Ik gebruik de flesje meestal in dezelfde kleur als dat ik de overkant van de vlieg maak. In dit geval dus een beetje chartreuse. Wat ik eigenlijk ook altijd doe bij mijn clausus is een paar veren erin verwerken. En het mooie aan die veren is dat ze met een beetje een soort een natuurlijke laterale lijn volgen. Wat die vis toch ook meestal heeft, of strepen of schubben. Kunnen we daar mooi een beetje mee imiteren. Nou, ook hier weer voor. Pak je eigenlijk even je veer. Een beetje hem af. Tot aan de punten van je bukteel. Zo. Wat je dan doet is, knip hem ongeveer een centimeter langer af. En dan maak je nu even het stammetje even schoon. Zo. Dan zie je dat ik heel mooi puntje bloot heb. Dan kan ik hem heel makkelijk inbinden. Ik bind de veer een beetje aan de zijkant. Zodat hij een beetje mooi naast zal vallen. Dan gaan we er even mooi op. Zet hem even vast met een paar slagen. Zo, de rest komt er meteen. Nou, doen we hetzelfde aan de andere kant. Kun je weer. Dan meten we hem even af. Voor dit patroon gebruik ik meestal wel wat smallere veer. Ja, omdat het vliegje toch ook wel wat smaller is, komt het wat mooier uit op het hele, bij het hele geheel. En zo. En ook hier weer. Doen we hem even vast. En zo. Nou, knippen we nu even de stammetjes weg. En aan deze kant ook. En bedekken we hem even nog goed met bindraad. Wat je ziet is dat we heel mooi een mooie taper hier krijgen in dat bindraad. En dat is ook wat we willen. Dit fungeert ook gelijk als ons kopje. Dit is nu de laatste stap om de chartreuse bukteel te pakken. Ook hier doen we weer hetzelfde. Gebruik de wat langere fibers, meestal aan de achterkant van de bukteel. En we gebruiken ongeveer dezelfde hoeveelheid als dat we voor het onderlichaampje hebben gebruikt. Hier weer eventjes meten of het dezelfde lengte is. Dit de bukteel. Klopt. En ook hier gaan we weer eventjes de eindjes allemaal gelijk maken. Leg je je bukteel. Klopt. En maak je even een slag eromheen. Nog een slag. Dan kun je hem nu nog een beetje positioneren. Wat we nu gaan doen is bij elke slag even wat meer druk zetten. Dat lukt wel een beetje. En je ziet nu die puntjes omhoog komen te staan. Dat is mooi, want dat zorgt ervoor dat onze mooie lange fibers zometeen in een hoek van ongeveer 60 à 90 graden komen te staan. Dat is wat we willen. Zo. Goed fixeren. Doordat je het in stapjes doet, zal je draad ook veel minder snel breken. Als je in één keer te veel druk zet op dat draadje, nou, dan heeft hij veel sneller de kans om te knappen. Nou, dat willen we natuurlijk niet.
Dus doe het een beetje gedoseerd. Ook hier weer. Vlug weer een beetje opschonen. Aan de voorkant. Vormt hij mooi. Wat is, haak ook mooi vrij is. Dan gaan we hem nu afbinden. Maak goed aan het slagen. Over die bucktail heen. Nog iets meer naar achter. Dat hij iets minder stijl gaat staan. Dat hij meer naar die 60 graden toe komt. Dat is de helling die we willen hebben. Dat je nu een mooi getaperd kopje naar voren toe krijgt. En dan doen we nog gewoon flink wat slagen met wat winddraad te maken. Zo. Nou, hebben we een mooi kopje. Kunnen we nu het draad gaan afbinden. Nou, gebruik daarvoor je whip finisher. Of eventueel een half hitje. Wat je het zelf het prettigste vindt. Dus ik een whip finish doe ik het eigenlijk twee keer. De eerste keer heb ik een slag of 6 gemaakt. De tweede keer ook. Zo. Zeker omdat dit een patroon is wat we op de roofvis gebruiken. Die nogal veel tanden hebben. Is het goed om hem even goed af te binden. Klop je draadje mooi af. Voordat ik hem zo meteen ga af-UV'en, om hem extra stevig te maken, kan hij ook voor bindlak gebruiken. Ik gebruik zelf liever UV, dat blijft toch wat langer goed. Dat is net even wat sterker rood. Voordat ik dat ga doen, vind ik het altijd leuk om even mijn marker te pakken. Even het witte binddraad een beetje dezelfde kleur te geven als de bucktail. In dit geval gebruik ik dan een beetje geel. Zo. Nu even mijn UV. Nou, in dit geval gebruik ik eigenlijk dunne UV. Omdat we hoeven geen kopje op te bouwen. Dat hebben we al gedaan met het materiaal en of binddraad. Dus we hoeven geen extra volume te creëren. We willen hem alleen gewoon goed fixeren. Naar een dunne variant. En even een klein laagje op. Ik zelf altijd nog even een naaldje om hem even goed te verdelen. Zo, pak je nu even je UV-lamp. En dan gewoon even uitharden. Als je een beetje blijft draaien tijdens het uitharden, zal de UV ook het mooist verdeeld blijven. Hard hij ook het snelst uit. Zo. Doen we voor de zekerheid nog even een klein laagje. Goed af te coaten. En ook die hadden we weer even uit.
Een mooi tape kopje. Ik zelf ook altijd nog even doe. Dus voor het laatst nog even een klein druppeltje UV. Over de ductiel aan de onderkant. Om even net wat duurzamer weer te maken. Dan moet ik even uitharden. Zie je ook gelijk mooi het fluoriserende vermogen van de ductiel. En die fluorchartreuse kleur knalt hij er mooi uit. Uit. Even kijken of het een beetje goed verdeeld zit. In dit geval zie ik nog een paar puntjes aan de zijkant die een beetje over mijn oogje heen vallen. En het simpel doel is het gewoon even wegknippen met een scherp schaartje. Even bijpunten. Dat de oogjes mooi vrij zitten. Nou, dat is hem dan. De Klaus en Minnow. Ik wens jullie heel veel plezier met het binden van dit patroon en natuurlijk met het vissen ervan.